Daar sê hy, Hindoeïsme, gebed 8. Abba Vader, ons kom voor die troon, Christus Jesus, namens bly ons sondes deur woorde, dade en gedagtes, ek omstaan die deel vir die mense wat vastgevang is, in hierdie sondes. Soos Jesus as die Here is daarmee as hy self die sonde gedoen het, en kom pleit vir hulle siele. Soos ons die sondes bely, vra ons dat u die mense oë sal oopmaak, en hulle siele sal red. Wens assosiasie met ons voorgeslagte, ons nasie in die Christendomse sondes, en Vader, u weet dat ons net so sondig is soos alle ander mense in die genadigheid is, bring ons nou die ongeregtighede en die sondes van Hindoeïsme voor u, wat die primêre oorsaak van die Kundalini-gees is. Soos ons met u saamstem, dat wat gedoen is sonde is, vra ons u, dat u alle vloeke as gevolg van die sondes oor ons sal kanselere, omdraai in seëninge, en vir ons 7 maal teruggee wat die Satan van ons gesteel het in Christus, Jesus se naam. Vader, ons het die gode van die visgod Dagon geëer, deur sportbeheptheid, kompetisie, selfregverdiging, selfverheerliking, perversie, seksbeheptheid, selfpromosie, oosterse gevegkunste, selfbeskikking, dat ons self God wil wees, begeertes om helde te wees, geestelike autoriteit te hê, Chinese letters en slagspreuke op ons klere, het en tatoeëermerke en kunswerke met hierdie vloeke, yoga, meditering, oras, hindoe-tempels wat oral opskiet in ons land, en al die sataniese gemors en perversie waarna ons kyk op televisie. Oral praat Christene van oras, van yoga en meditering. Ons bevorder en beoefen die goed. Ons bely en erken dat ons so grondgebied afgestaan het aan die demone van die visgod en die slanggod, wat dan die Kundalini is, en hulle regte gegee het om ons geestelik dood te druk en te verstrengel. Ons verwerp en verloon alle geskrifte van Hindoeïsme as vals en godloos en teenstrydig met die woord. Die konsentrasie op filosofie en doktrines van reïnkarnasie, die antieke lofliedere, die mythes, die lied, die byvoegings, die verse en instructies van rituele verofferandes, die magiese of toorformules en verse om siekes te genees en oorloë te wen, die wette wat gemeenskap beheer, die groot verhale van die Chinese, die Maharata en die verhaal van die heldgod, elke goddelose offer en ritueel bygewoon of uitgevoer, die valsgode, skeppergod, onderhouergod, sy bywyf, die gereïnkarneerde, die god van storms en berge, die tweede god van storms en berge, die vrede god, die moedergodin, wat die kolonieslang voorstel, die olifantkopgod, die aapgod, songod, die tweede geïnkarneerde god, tweede bose god, die goeie god, en al hierdie demone van Hindoeïsme. Al die miljoene demone, daar is blykbaar duisende der duisende van hulle wat aanbid word. Die streeksgode, plaaslike gode en ander. Ons gee alle range, ringe, juwele, gawes en vermoëns terug aan Satan, en skeer die kontrakte met hulle op. Ons verwerp en verloon hulle leerstellings en filosofieë. Hindoeïsme as een filosofie en geloofsbelijdenis, een pad van mystieke inzichte, reïncarnasie as focuspunt na eeuwige zaligheid, by die dood die siel oorgaan in een ander lichaam, totdat die siel vrygestel word van die wiel van hergeboorte, die indeling van die heelal in cirkels van groei en achteruitgang, die wet van karma wat jou toekoms bepaal, die chakras of posities van die lotusblom of whirling wheel, die wiel van die lewe,
alle geestelijke energie en die deelwording van die kosmische bewustzijn. Die zeven centrums wat in die etherische sfeer buiten die fysische gelee is. Functies van psychische krachten, geheime doctrines, gekoppeld aan yoga, meditatie, kosmische geschriften, elke reenboogkleur van helder ziendheid en die zogenaamde eeuwige godsdienst. Alles omvattende manieren van leven en culturen wat jou leid door al die cyclusen van leven, dood en hergeboorte. Die Arihantse bevolkingsgroepen waaruit hindoeïsme stam, hulle lofliederen en rituele godsdienstige samenswerings van die Indusvallei en die Dravida van die Zuiden. Hindoeïsme als een groot rivier van culturen, praktijken, geloven, rassen, etnische groepen en talen van die Indische subcontinent. Die drie breestromen wat die wil van de hergeboorte voorstel. Filosofie van kennis, werken van godsdienstige waarneming en toewijding. Vaar snel los van enige land met wortels in hindoeïsme, Indië, Azië, Afrika, die West-Indische eilanden en hindoes in Europa en die Westen. In Christus Jezus naam, ons verwerp en verloon die geschiedenis van die oorsprong van hulle gode, hulle God, dat hulle God vlees geword het, sy bybuif gered het met behulp van die aapgod en heers oor Indië en Azië. Hulle gode is en die geliefde vriend en raadgever, dat Krishna die vijf Pandava broers en Kauravas gered was dier een preek en so hindoeïsme ontstaan het. In die naam van Jesus Christus verwerp en verloon ons alle verskyningsvorm van hul God as een vis, een skilpad, beer, leeuw, dwerg, man met die bijl, prins, avatara, boeddha, die laatste avatara en die avatara wat nog moet kom, die antichrist. Alle goddeloze vleeswordings en verskynings, draai ons rug op alle hindoe gode en stap weg van hulle goddeloze altaren. Laat alle altaren verteer, alle afgode omval en disintegreer in Christus Jezus naam. Snij alle siels verbintenis tussen ons en alle priesters, hindoe kluizenaars en yogi. Ons verwerp en verloon die opperweese, die songod, wat oor die wereld heers met behulp van minderwaardige gode en afgode waar die plek van die heiliges en engele inneem. Die takke van hindoeïsme, Shaivisme, Tamil en Shaktiïsme, diere en mensenoffers. Stel die onskullige bloed wat roep, draai die vloeke van die dood om en snij die sielsbande, Vader. Ons belei insnijdings, inbrandings en wonde wat aan self toegedien was om hierdie goede te behaag. Verwijder en genees asseblief alle fysische en geestelike letsels. Ons verloon deelname aan hindoe feestdae, rituele offers en aanbiddings. Die tempelfeest, heilige feest, valle symbole, symbool van vrugbaarheid en die spuit van gekleerde water as symbool van een orgasme. Die 10 dae feest, die vuurwerke en die ontploffings, die 4 dae nieuwjaarfeest en alle doodsgeeste. Die olielampe wat aangesteek word en die groot skoonmaak wat plaasvind. Die oopmaak van rekeninge in die naam van demone om sukses en besigheid te verseker. Die feeste van 14 januari, 1 februari, 25 februari, die nieuwe jaar, 28 maart, 5 april, 11 april,
28 juli, 8 augustus, 15 augustus, 26 augustus en 6 tot 20 september, 19 oktober en nieuwe jaar. 21 oktober ter ere van de Demone. Ons verwerp en verloon die alles deurdringende selfbestaande kracht van die kosmische heelal, die beginsel van die leven, die beginsel van illusie. Die wereld is niet werkelijk nie, ook niet onwerkelijk nie. Alles is één en één is alles. Voorgeschreven, verplichte, godsdienstige en moraliteitswerke. Die wet van reïncarnatie, die binding van die leven, vrijstelling van de hergeboorte, toewijding en aanbidding van een enkele God en die duivels betrokken. In naam van Christus Jezus vraag ons vergifnis voor die rituele binnen familieverband, geboortes, inleidings, huwelijken en sterktes, die dagelijkse was en aantrek van die huisgode, die voeding van hierdie gode, die brand van wierook voor demone en die aanbringsrituele, alle klasseindeling van priesters, adellikes, handelaars, werkers, uitvaagsels en geklassificeerdes, die vier geestelike vlakke, fases wat lei tot nirwana, ongetrouwde in leidingsfase, die dra van die heilige draad oor die linkerskouwer, huiseienaarsfase, kluizenaarsfase, en godsdienstige bedelaar, wat sy familielewe en huis as offer moet opgee, huweliksrituele, om die veilige reis van die dooies te verseker, begrafnisrituele, om te verseker dat die dooies van een ware lichaam voorzien sal word, die levende verbranding van hindoe vrouwen saam met hulle mans, om saligheid vir beide te bewerk, ons belei die onskuldige bloed vra dat u dit stil en die sielsbande sal sny. Ons verwerp die merk op die voorkop met die tika in die plek van die derde oog in Christus Jesus naam. Ons belei verwerp en verloon acupunctuur, die indruk van naalde op sekere senuweepunte. Ons trek die naalde in die geesteswereld uit symbolies, salf die plek en vra dat u alle gifstowwe sal laat disintegreer en alle letsels sal verwyder en herstel fysies en geestelik. Ons verwerp taoïsme en pantheïsme, die oorsprong van acupunctuur, die kosmische gees en die leerstelling dat hy alles in stand hou, die chai energie van karate in die lichaam en die twee systeme, die yin en die yang, die 12 meridiane deur die lichaam, die verband tussen die meridiane en die zodiac tekens. Ons verloon reflexologie, aromatherapie en acupunctuur, dat ons deur dit te beoefen onszelf kan genees. Taoïstische as basis van hindoeïsme, dat siektes oorsprong uit die wanbalans tussen die yin en die yang. Die yin en die yang as symbool van karate en die wortels van karate, namelijk boeddhisme en taoïsme, wat weer die basisvorm van hindoeïsme en acupunctuur. I Ching, hierdie taoïstische bybel, alle geskrifte van waarsêry, towery en magte, wat ook die eenvormige lering van hindoeïsme, boeddhisme en taoïsme bepaal. Ons belei, verwerp en verloon alle vorme van taoïsme en acupunctuur wat gewortel is in astrologie en die leer van die micro-macro-kosmische. Ons nie na die beeld geskapen is nie, maar een projectie is van die skepping, dat die stand van planete, son, maan en sterre die mense eindbestemming bepaal. Ons verloon die oorskulp, polslag, handpalm, voetsole, naal en iris van
van die oog oop deure vir die bose is. Die radio Onyx, Black Box, De La Warre machine en die Kirlan fotografie as instrumente met betrekking tot akupunktuur. Die gebruik van auras in boeddhisme, hindoeïsme en nieuwe era. Dat mense gestolde energie is, dat aura met die oscilloscoop getoets kan word, die chakra wiel van lig en kleur in persoonse aura bepaal, ons verwerp slang energie, en hulle wat werk met die krachte wat demonies is, die gekronkelde slang by die basis van die ruggraat, dit opbeweeg in die lichaam op een spiraalvormige psychische pad, verskillende energiecentras activeer en verander van kleur helderder en bleker tot het tevoorschijn kom door die kroonchakra as een suiwer wit lig om te meng met die energie van die kosmos, dat door dit oop te maak door visualisatie dat een voorbereiding vir die psychische werk is en gebruik word om psychische kanale toe te maak. Dit ten volle moet oop wees om astraal te kan projekteer in Christus Jesus se naam. Ons verloon en belei en verwerp die saad, wortels en bekentenisse. Die chakras van die aarde, rooi chakras by die basis van die ruggraat van instinkte en genetische kodering van moed en fysische kracht. Die pelvische chakra van die maan, geleë naby die geslagsorgane en voortplantingssysteem. Dit reguleer seksuele drijfkracht en energie. Ons verloon die focus op fysische bevrediging, sintuie, vrugbaarheid, behoeftes en begeertes. Ons verloon die chakras van die son. By die naalkie, dit reguleer persoonlike mag, focus op gelijkwordende ervarings, mag, vastberadenheid en een gefokuste wil. Die chakra van die vier winde oor die hart, dit reguleer emoties, focus op emoties, sympathie, liefde en verhoudings. Die chakra van die tyd en ruimte, nabij die stembande, dit reguleer ons vermoë om te communikeer. Ons verloon die focus op ideale idees, communicatie, waarheid en altruïsme. Die derde oogchakra van vrijheid tussen die wenkbrauwe, dit reguleer intellect, inspiratie, psychische bewustheid en koppeling met ander dimensies. Die kroonchakra van eeuwigheid, boop die kop, reguleer geestelijkheid, geestelijke bewustheid, eenheid met ons hoër self, wysheid en begrip. Dit is twee rigting chakras en ontvang lig vanuit die kosmos. Dankie Here, dit is leens, ons verwerp dit. En ek dankie dat u ons land heilig en ons verstand vernieuwe. Ons belei en verloon pogings tot astrale projectie om die lichaam te verlaat, onder ideale omstandighede, stil vertrek, grieflike kleren, lê op die rug, arms langs die sye in die lijkposisie, deur ontspanningsoefeninge, staar na die voete, visualisasie oefeninge om shamanistiese simbool te sien, die sirkel met die kruis wat in vier verdeel, die klein sakkie wat toegetrek is met een toukie, die sakkie word oopgemaak, die toukie, hoe die sakkie oopmaak en die chakra simbool wat uit die sakkie kom. Die oopmaak van die chakras, vanaf die basischakra tot by die kroonchakra, terwyl demone vrygestel word, wat die persoonse bewustheid oorneem, deur die kroonchakra. Alle valsgeneesings deur middel van auras, pendulum, klokke of die gong. Die kundalini slanggod met 3,5 kronkelinge van sy lichaam, stert in die bek, gekoppel aan die menselike ruggraat. Enige geloof in hierdie slangkrag. Vergewe ons waar ons enige regte aan die slanggod gegee het, of daarmee geassocieer het, om ons te beïnvloed met hierdie krag. Deur die beoefening van yoga,
onderwerping aan valse profete of associatie met hindoeïsme of door hindoe tempels te bezoek in Christus Jezus' naam. In die naam van Jezus Christus van Nazareth en die zwaard van die geest snij ons los van hierdie kracht die demone en personen betrokken, die leens dat een groei jou tot die inzicht moet brengen dat jy self God is. Geloof in reïncarnatie wat jou help om een te word met die heelal, dat die demon van die vonkie in my verenig met die vuurgod, dat ons op gereelde tye stiptelik getrou elke son aanbiddingsoefening moet doen om die songod tevrede te stel. Die reeks oefeninge en lichaamsposities dagelijks met sonopkomst, alle vormingen van yoga wat eenwording met die hindoegode ten doel het, dat daar nooit bevrijding kan wees uit die karma wiel van reïncarnatie nie, dat yoga die enigste middel tot zelfverlossing is, dat yoga zelfs een gezondheidskuur is terwijl dit die basis van hindoeïstische zaligheidsplan is, dat slechts door die beoefening van yoga volmaakte vrede verkry kan word, dat die hemel en die hel nie bestaan nie, om reekse gebede oor en oor te herhaal en sodoende eenwording met die geest te bewerkstellig. Ons moet elke lichaamsposisie aanbring en eer aan die hindoegode om met elke lichaamsposisie aanbring en eer aan die hindoegode te gee door die lotus, kat, kobra, pauw, koei, ploeg, vis en kameelruiter. Vergewe ons vir elke positie of enig iets waarmee ons geassocieer het, Vader. Ons belei en verloon om door yoga contact te maak met alle hindoe geeste, die geestelike lichaam vry te maak wat door die fysische lichaam gebind word, om door yoga asemhalingsoefeninge die mensgeest op te maak vir die kosmische geest en geeste op te wek door yoga, bioritme, alfa en beta breingolwe, homeopathie, acupunctuur, holisme, reflexologie en aromatherapie. Ons verwerp en verloon al die vormen van yoga, lichaamsposities en asemhalingsoefeninge, die opwekking van die slangkracht en valse geneesings, perversie op seksuele gebied, rechte acties, totale onselfzuchtige bediening, wijsheid en bestudering van geskrifte, meditaties, filosofie, integrale yoga en gebruik van handboeken, akketisme, toverij, verstandbeheer, vuuraanbidding, swart kunste, toerkunste, toestanden van verrukking, zombies, alans, makumbas, voodoo, toordokters, gurus en alle rituele en leerstellings belei en verloon ons as sonde. Ons belei en verloon die doel van meditatie om slechte karma in die onderbewuste te elimineer, gedagtes skoon te maak van skuldgevoelens en een super bewussyn te kweek wat met een God in eie reg, wat my een God in eie reg maak, wat my eie lotsbestemming kan bepaal. Alle rituele inleidings, die plaasing van 6 blomme, 3 stukjes vrugte as saad van die lewe en een wit sakdoek as reiniging van die gees op een tafel voor die foto van Shri Gura Dav, terwijl een ander guru een lied sing ter ere van die gestorwe meesters, wat voorvare gees aanbring is. Elke geheime mantra ontvang wat selfhypnose, selfvergodliking en godsdienst verhef, wat demoniese misleiding, dwaalleer en leuns is, dat die ego van die mens voortreffelijk is en innerlijk is, sonder begin en einde, sonder geboorte of sterfdag, en dat die yoga die samenvoeging is van fysische en metafysische wereld.
Ons verloon alle vormen van die mystieke, occulte en toverij, die fases van yoga, die beheer, lichaam en onderbewustzijn, bloedcirculatie, bemeestering van alle natuurkrachten, zwarttoerkunste, toverij, bioterugvoer, salwaverstandbeheer, TM, yoga, mantras, ESP, spiritisme, helderziendheid, yoga, fixitkazette, visualisering, meditatie en astrale projecties. Vader, ons vraag om vergifnis voor alle betrokkenheid en associaties met hindoeïsme en al die gemors wat ons hier belei het, wetend of onwetend. Ons draai nou ons rug op die satanse praktijken. Ons neem ons grondgebied terug en skeer Satan se contracte op en verjaag elke poortwachter en ons dankie dat jy hulle bestraf. Ons stap nou finaal weg van die afgode leerstellingsaltare, rituele, praktijke, demone, die wiel van hergeboorte, die wiel van die lewe, punte gekoppel op ons ruggraat, elke kleur en betekenis, elke slang, god, derde oog, vermoe, elke groep guru, waardse geeste, oosterse geeste, astrologie, new age, charisma, priesters, leiers, lidmate, en elke persoon en elke duivel betrokken by hierdie afgoderij, wat ons kon besoedel het, met hierdie kundalini of slang, geest, demoon, die tekens en wonders in ons kerke. Ons bind hierdie duivels, en vraag jy om hulle te bestraf, en die sielsverbindenis sny tussen ons, dat hulle ons nie verder kan beïnvloed nie, dat hierdie vloeke omdraai en seëninge hulle arresteer in die voetbank vir Christus van hulle maak, en die vloeke omdraai en seëninge vir ons 7 maal teruggee, wat Satan hierdeur van ons gesteel het, in ons land heilig en reinig, in Christus Jesus' naam. Amen en amen.